Ik ben niet als een pop op het ministerie geplaatst. Het klopt helemaal niet dat ik een pion ben van de vicepresident of zijn broer. Dit was de reactie van de nieuwe minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinota Forswijk, op vragen van journalisten voor aanvang van de Raad van Ministers. De minister zegt dat zij de samenleving kan garanderen dat er adequaat beleid zal worden gevoerd. Dat klopt helemaal niet. Dat klopt niet. Kijk, ik ben al lang bij de ABOP, maar dat wil niet zeggen omdat ik van de ABOP ben, dat ik eigenlijk daar als een pop zal zijn, dat de VP mee zal sturen. De VP is de partijvoorzitter, maar het ministerie heeft een beleid en ik heb ook mijn denkwijze. Als u bijvoorbeeld de speech van de vicepresident had gevolgd die dag van mijn beëdiging, heeft hij aangegeven dat ik daar ben gezet. En dat wil niet zeggen dat de partijleden of toppers van de partij de vrijmoedigheid hebben om bij mij te komen, om druk op me te zetten, om bepaalde stukken te tekenen of aan hun eigenlijk te geven. Heeft ze die dag ook gewaarschuwd dat niemand het moet durven om het te doen. Forswijk zegt dat Leo Brunswijk, de jongere broer van de vicepresident, ook geen opdrachten zal doordrukken op haar departement, zoals in de wandelgangen het geval is. De bewindsvrouw stelt dat haar missie op het departement is om de achterstanden van haar voorgangers in te lopen en op transparante manier het werk voor te zetten. Vanuit de fouten van anderen leer je. Dus het zijn alleen maar lessen voor mij geweest van al die voorgangers voor mij. Om ook niet meer diezelfde fouten te maken wat zij toen hadden gemaakt. Forswijk zegt dat zij met de staf en het directieteam dat reeds werkzaam is op het ministerie haar werkzaamheden zal voortzetten. Ze heeft wel een team van deskundigen erbij gehaald om haar te assisteren. Momenteel is de bewindsvrouw bezig met gronduitgifte vraagstukken in Kommerwijnen en Marrewijnen. De andere districten volgen spoedig.